Opnieuw een date? Nee. Jawel, maar wacht gewoon. De film gaat over een vader, de rol die ik speel. En Eline, dat is een jonge kinesiste die voor een heel speciale patiënt moet zorgen. Joy, die is 10 jaar. En die heeft een zwaar auto-ongeval gehad, waardoor ze niet meer kan lopen. Ik moet je wel waarschuwen, jij bent de 13e die je aanneemt in minder dan een jaar tijd. Een ongeluk, terwijl zijn dochter op de achterbank zat. Die man is heel erg getraumatiseerd door wat er gebeurd is, dus die is heel erg gesloten. Maar uiteindelijk blijkt dat er één vrouw, namelijk Eline, daar wel in slaagt om zowel hem als het klein meisje te revalideren. Joy wil graag je stem horen voor ze gaat slapen. Je zult opgehaald en teruggebracht worden door mijn chauffeur. Niemand komt daar binnen. Zou Lien ook in het echte leven een match kunnen zijn voor jou? Daar heb ik zelfs niet over nagedacht. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar het is wel een super toffe madame. Met welke regisseur of acteur wereldwijd, dood of levend, zou je heel graag een keer samenwerken? Ryan Gosling als regisseur. Lost River, zijn regiedebuut, vind ik een fantastische film. Tarantino. Ik hou van zijn films en ik vind dat een rock'n'roll gast. Als ik wild mag doen, Al Pacino, sowieso. Mocht je geen acteur zijn, maar je zou wel werken binnen de filmwereld, wat zou je dan wel het liefste doen? Regisseur, ja. Scenarist. Omdat ik graag verhalen vertel. Regisseren. Ik zou eigenlijk sowieso graag eens willen regisseren. Dus wie weet, gebeurt dat nog wel. Je moet weg. Ja, ik moet daar gaan instoppen. En daarom sminkte jij je.